Goedenavond allemaal en welkom bij ons webinar Diarree bij Kalveren. Hoe pak ik dat aan? Mijn naam is Malou Gosselink en ik ben verantwoordelijk voor de marketing van de kalvermelkpoeders bij Nutrifeed. Wat fijn om te zien dat er zoveel interesse is voor dit webinar. Aan de andere kant vertelt dit ons natuurlijk ook dat er nog genoeg werk aan de winkel is. En dat is ook geen verrassing, want diarree is de meest voorkomende aandoening onder kalveren. Een aandoening die zorgt voor ongemak, groeiachterstand en soms zelfs de dood tot gevolg heeft. En dat is natuurlijk wel het laatste waar u op zit te wachten. Want die kalveren zijn de toekomst van uw bedrijf. En voor een winstgevend bedrijf is een gezonde en productieve veestapel het allerbelangrijkste. En deze basis wordt gelegd in de eerste levensweken van het kalf. Er is maar één kans om de volledige potentie van een kalf te benutten. En daarom moet alles zo goed mogelijk gaan in die eerste tijd. En om u hierin bij te staan, hebben we dit webinar georganiseerd. Waarin we in een uur met u de soorten diarree, de symptomen, hoe te behandelen, maar vooral hoe diarree te voorkomen bespreken. Tijdens dit webinar hebben we een paar instructies, zoals u al ziet. Als u vragen heeft, kunt u daarvoor de knop Q&A gebruiken. En die vindt u onderaan in uw scherm. We proberen na elke presentatie een paar vragen te beantwoorden. Maar we hebben sowieso een vraag- en antwoordsessie aan het einde van dit webinar. Mochten er zoveel vragen komen dat we dit niet kunnen behandelen in een uur, dan komen we daar later bij u op terug, middels de mail. Verder zullen we ook wat polvragen aan u stellen. En die komen voor in de eerste presentatie. En dat is puur een leuke manier om uw kennis te testen, maar ook om wellicht wat te leren. En dat is in de vorm van een feiten- en fabelquiz. De vraag komt automatisch in uw scherm en het enige wat u hoeft te doen is het antwoord naar keuze aan te klikken. Dan gaan we naar de agenda voor vanavond. We hebben 3 sprekers, 3 onderwerpen. 2 jongveespecialisten en een dierenarts. En het laatste onderwerp zal middels een video worden getoond. Dan gaan we naar de eerste spreker van vanavond. En dat is Ger van Wers. En Ger is al jongveespecialist voor 44 jaar bij Nutrifeed. Dus ik durf wel te zeggen dat er geen situatie is die Ger niet heeft meegemaakt. En daarom zijn we erg blij dat Ger vanavond zijn kennis met ons wil delen. Ger, het woord is aan jou. Oké, nou, goedenavond allemaal om te beginnen. En Malou, bedankt al voor de introductie. Dan weten ze inderdaad wie ik ben. Diarree bij kalveren, een fenomeen wat we in ieder wel kent en een hele hoop ongemakken met zich meebrengt. Toch zijn er ook echter bij de juiste voeding kunnen we dit tot een minimum beperken. En hoe we dat doen, daar wil ik jullie samen mee even doornemen in de slides die we hier bij jullie gaan tonen. Volgende slide graag. Ja. Nou, diarree, hè, wat bij de kalver de eerste levensweek is zeer onwenselijk. En we weten allemaal, het kost groei. Het kost ontwikkeling. Het geeft extra werk. En vreugde bij de arbeid neemt duidelijk af. Want het is een ergernis vaak, wat je niet graag voor op terugkomt. En soms geeft het ook extra uitval. En als je weet dat 1 dag diarree 4 dagen groei kan kosten, dan weet je wat dat kan bewerkstelligen en welke groeiachterstand dat met zich meebrengt. En dan is het teken dat je dan altijd heel goed naar je kalver moet kijken. De volgende slide maar graag. Ja. Nou, om te beginnen, we hebben eigenlijk 2 types diarree al. Voedingsdiarree en infectieuze diarree. Nou, in beide situaties is het zo dat je in principe rust op het maag-darmkanaal moet creëren. En dat kun je voorkomen door verzuring en uitdrogen tegen te gaan. Dat is de allerbelangrijkste actie, zeg maar, die je dient op te pakken. En dat kun je onder andere doen met water, met en of elektrolyten of Nutrifees. Ja, Nutrifees in dit geval is dan melksuiker, lactose, dus energie. En natriumbicarbonaat, wat het verzuren tegengaat. Ik denk dat heel belangrijk is. En een rust op maag-darmkanaal. En dan vaker ook meerdere voeding per dag verstrekken. Dan, wat zijn de symptomen bij de voedingsdiarree? Want die gaan we even behandelen. De infectieuze diarree doet onze dierenarts dadelijk.
Geen koorts zie je dan. En dan is het vaak kalver zich wat anders gedragen. Let op goed op het gedrag. Liggen vaak afzonderlijk achter een hok. Kijk goed naar de buikvulling, te veel buik. Stand van de ogen, de conditie, haarkleur. Het zijn allemaal kenmerken die toch wel een indicatie geven over het welbehagen van het kalf. Dan is het snel handelen en daardoor minder kans op schade. En als het darmkanaal beschadigd wordt, darmepiteel, dan heb je de pathogene, overige ziektekundige dieren of bacteriën, die hebben dan ook meer kans om daar huis te houden. En dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. En onregelmatig drinkgedrag zie je dan ook heel vaak. Dus dat moeten we zien te voorkomen. Ja. Nou, een zestal factoren die invloed hebben afhankelijk zijn van voedingsdiarree. Melkbereiding. Hoe maken we de melk klaar? Dat moet wel op de goede wijze gebeuren. Daar komen we straks nog even op terug. Het melkniveau, wat past bij de leeftijd, heel belangrijk. De wijze van verstrekken, ook heel voornaam. Juiste toepassing van de melkpoeder. Geen oneigenlijk gebruik van een bepaald product. Kwaliteiten ruw en krachtvoer. Hoe bieden ze aan? En welke vorm? In het kader van welke leeftijd ook. En de drinkwaterkwaliteit. En eigenlijk is het zo dat je voor alle zes de factoren, zeg maar, eigenlijk overal, dat is de hygiëne. Die moet je ook altijd goed in acht houden. Dat geldt eigenlijk voor alle zes de factoren. En dat begint eigenlijk al met het geboorteproces en met de biestwinning en nadien ook de huisvesting. Maar daar komen we dadelijk ook nog zeker op terug. Nou, melkbereiding. Het is heel belangrijk natuurlijk dat we die op de juiste manier oplossen. En voor een homogeen product te krijgen. Daarnaast de juiste concentratie. Stimuleert de slokdarm-sleufreflex, zodat hij automatisch wordt aangestuurd om deze naar de lepmuis te sturen, waar hij ook thuis hoort. Dat is heel belangrijk. Constante voertemperatuur geeft een rustiger drinkgedrag. Verder is het natuurlijk zo voor de homogene oplossing. Vet is een bijzondere component in melkpoeder, zeg ik altijd. Die heb je nodig voor de energie. Maar die moet je wel heel goed oplossen en verdelen. Anders kan dat ook wel eens een aanleiding zijn tot extra diarree. En dat is net de energiebron die je nou eens nodig hebt. Ja, volgende slide is leuk. Nou, risico's die we niet goed oplossen. Te warm of te koud. Met name te warm oplossen geeft verbranding van melkeiwit. Nou, onvoldoende opname van dat eiwit door de duidelijke structuurverandering. Je hebt daar een lagere groei door. En je ziet dan vaak dat je wat grijzerige mest hebt. En dat je gewoon niet goed verteert. Jammer als dat zo gebeurt. Dus altijd opletten. Te warm oplossen. En dat betekent in dit geval, staat ook altijd op de label, maximaal 55 graden water. Ja, te koud oplossen. Hè? Dan heb je geen goed homogeen product. En met name over die vetvertering, wat net had, die niet optimaal homogeen in de melk verdeelt. Daardoor krijg je ook een lagere groei uiteraard. En wat je dan vaak ziet aan de mest, dat die vrij dikke, plakkerige, witte mest is. Men noemt het in de volksmond wel eens stopverfmest. Dat zie je dan. En dat moeten we zoveel mogelijk zien te voorkomen. Ja, volgende slide alsjeblieft. Nou, melkniveau. De hoeveelheden die passen bij de leeftijd, zeg ik altijd. Je begint volgens een bepaalde schema, wat we hier rechts in beeld hebben. Globaal aangegeven, uitgaande van een kalf van 40, 42 kilo. Dan denk ik dat 85% van de kalven met dit schema uit de voeten kunnen. Nou, de hoeveelheid per voerbeurt is ook heel belangrijk. Traditioneel natuurlijk is dat 2 keer daags tot 3,5 liter is aan het advies. Warm verstrekken. Ja, je hebt verder nog de drinkautomaat. Dan kun je dat iets anders instellen. Dan kun je ook 7 liter geven, maar dan kun je dat verdelen over 3 of 4 porties per dag. En dat is dan ook daar weer een geleidelijke op- en afbouw. En daar kun je ook nog zelfs instellen de hoeveelheden maximaal per voerbeurt. En een regel tussen de 1,5 en 2,5 liter. Dat is wat wij standaard even instellen. En verder is het zo dat wij in het algemeen, dat is vuistregel gebruiken. Voerschema ziet eruit. 9 weken adviseren wij melk. Dus 3 weken opbouwen. 3 weken hetzelfde niveau verstrekken. Die 7 liter per dier per dag. En dan weer 3 weken om af te bouwen. En die 3 weken, even terug als je mag.
Die derde tot en met de zesde week, dan krijgen ze 7 liter met 150 gram. Dat is 1 kilo melkpoeier per dier per dag. En uit meerdere onderzoeken is gebleken dat dat de ideale hoeveelheid is om een maximale jeugdgroei te creëren bij die kalveren. Dat is wel denk ik belangrijk om dat mee te nemen. En uitstringen natuurlijk is natuurlijk ad libitum melk verstrekt. Dat is dan wel een melkpoeder die daarvoor geschikt is, aangezuurd met een conserveermiddel. Die moet dan ook koud verstrekt worden en die moet met een speen verstrekt worden. Dan is het zo dat je daar 2 keer daags 6 liter aanvult. En dan kunnen de kalveren durende de dag daar melk uitdrinken. En dat zal ook variëren tussen de 2 tot 3, 4 liter per keer. En dan is het even siesta, rust zeg ik altijd. En dan komen ze weer terug. Met het idee dat ze dan meerdere keren per dag een bepaalde hoeveelheid melk kunnen ophalen. Dat is het systeem achter ad libitum voeren. Ja, volgende slide alsjeblieft. Ja, wezen van verstrekken, natuurlijk ook heel belangrijk. Hè. Dat kan met gewoon een schaaltje, dat kan met een emmer. Maar dan is wel belangrijk dat we dan proberen die schaal of emmer onderkant 25 centimeter hoger hebben hangen als de staaloppervlak van het kalf. Dan heeft hij een veel meer betere en natuurlijkere houding. Dan is het geen gedrang onder met de voeten. Dan kunnen ze heel goed drinken en dan hoeven ze ook niet zo diep te drinken. Maar zoals normaal gesproken, dan moeten ze gaan slurpen, luchtinslag. En dat is wat we eigenlijk niet wensen. Dus gewoon een goede hoge drinkhouding is ideaal voor de kalven. Verder via speen kan ook. Maar die speen moet dan wel, die is meestal voorzien van een plusje, op schofhoogte hangen. Om ook weer die ideale drinkhouding te hanteren, na te streven. Zodat de melk zeker in de lepmaag komt. De melkbar of drinkautomaat, dat is een iets ander principe natuurlijk, ook met spenen, kan ook heel goed, ook weer op de juiste hoogte, ook bij een drinkautomaat, maar wel belangrijk is met speenvoeren, altijd hygiëne extra in acht houden, dat je bakken weghaalt overdag of de speenemmers en schoonmaken of de mens op zijn kop hangt. Anderzijds, het principe van een speen drinken is heel goed, want er wordt heel veel speeksel gevormd en dat doet weer een positieve impuls geven zeg maar, aan het verteren van de melkpoeders. Volgende slide alsjeblieft. Ja. Ja, voorraadvoedering. Hè. Moet via de speen, dat gaf ik net al even aan. En dat kan op twee manieren natuurlijk. Of alleen maar met koud drinken met de speen moet gebeuren. Speenhoogte is dan belangrijk. Hè. Hangt die te hoog of te laag, dan gaan de kalveren meer morsen. Dat is jammer, want de melk komt niet in de kalf. Die ben je kwijt. En ten tweede wordt geknoeid en krijg je allemaal extra ongedierte en vliegen. En als die houding ook niet goed is, dan kan het mogelijk in de verkeerde maag komen. Dus de ideale hoogte van de speen is de schofhoogte. Dus de speenkwaliteit is ook heel belangrijk. Speenemmer zie je nog wel, bij een drinkautomaat is het altijd een beetje opletten. Want je kijkt in die drinkstation en je kijkt alleen de bovenkant aan. En de onderkant is ook natuurlijk heel belangrijk. Dat je die vaker eens beoordeelt en voelt of die wel heel is en dat er geen gaten in zitten. Want dan zou je zo lucht binnen. Nou, als je de kalf hebt wat minder zuigkracht heeft, dan kun je dat voorzien in een X. Vorm, hè, dan wordt de opening uiteindelijk wat groter en daardoor krijgt hij wat makkelijker meer melk binnen. Ja, en vooral tijdig rijmen, wat ik net aangaf voor die kiemen, want dat is wel noodzakelijk bij melk via de speenemmer of speen verstrekken. Ja. En nog één ding mogen vertellen over het drinken. Bij de drinkautomaat zien we vaak dat we dan wel een speen hebben met een gat erin en niet met een kruisje erin. Omdat dat makkelijker drinkt, omdat ze die hoeveelheid melk nog moeten halen via de drinkautomaat en de slang. En dan moeten ze wel meer zuigkracht uitoefenen. En meestal is de speen net iets hoger als de maatbeker, dus er wordt geen melk op die manier verloren. Ja. Nou, waarom doen we het allemaal? Dat is dit, de slokdarm-sleufreflex, zoveel mogelijk tegemoetkomen, stimuleren. Want melk die moet in de lepmaag. Daar hoort die thuis. En dat kunnen we onder andere doen door, wat we straks zeiden, stimulans na te streven met spenen. De concentratie, zorg dat je rond die 150 gram zit, rond die 100 gram of lager. Wat gebeurt er dan? Dan zit je die slokdarm-sleufreflex in twijfel te brengen. En dan weet hij niet meer of het melk of water is. En dan zou het zomaar kunnen dat te dunne melk in plek van de lepmaag in de pens terechtkomt. En dat begint allemaal ongemakken met de gasvorming, mogelijk diarree en oplopen. En dat is allemaal de dingen die we niet willen hebben. Verder, temperatuur is natuurlijk ook belangrijk. Zeker bij traditioneel voeren, maar vooral ook dat die elke dag hetzelfde is. Dat is denk ik heel voornaam. Ja, volgende slide alsjeblieft. Ja. Ja, juist de toepassing van melkpoeier. Hè? Nou, is 2 keer traditioneel verstrekken. Dat kan met de meeste melkpoeders.
eigenlijk met alle melkpoeders. Maar alleen als je voorraadmethode gaat voeren, dan moet je wel zorgen dat je de juiste ingrediënten hebt. Dus speenemmer, maar vooral ook dat het voer, de melkpoeder daarvoor geschikt is. Dat die en aangezuurd is en een conserveringsmiddel in zich heeft, zodat die melk ook langer stabiel blijft. Want anders wordt het natuurlijk een zooitje van je welste. Let erop en dan dat het altijd de goede kwaliteit melk blijft en ook de juiste toepassing kent. Volgende slide, alsjeblieft. Nou, ruw en krachtvoer natuurlijk dagelijks vers. Dat is heel belangrijk, denk ik. Hè. Dan zorgen we ook dat het niet in combinatie komt met melkresten. Dat de emmers erboven hangen of wat dan ook. Maar als melk op krachtvoer komt, dan zuigt zich dat vol en dat gaat in de pens. En dan gaat er natuurlijk een hele hoop ongemak, zeker gasvorming vormen. Dat is zeker niet wat we willen hebben. Nou, bij voorkaart ook hier via een voergoot, omdat we dan een beter overzicht hebben over de opname. Maar vooral ook het blijven altijd schoon van de grond af. En hier ook weer op de juiste hoogte, rond die 25 centimeter. Dan krijg je de ideale houding, waardoor dat de maximale opname nastreeft. En dan voer ook wat bij de leeftijd past. Ik zeg altijd, kalverkorrel is kalverkorrel. Dat hoor je ook een kalveren te verstrekken. Dat heeft te maken met vaak de basisgrondstoffen die in zo'n krachtvoer is verwerkt. Dat die ook goed verteerbaar is voor die kleine kalveren. De tweede, de eiwitvarianten zijn vaak wat hoger bij deze groep dieren. En ten derde, het vitamine- en mineralenaandeel is zeker duidelijk hoger. Dat is ook nodig. En ik zeg altijd, als je koeienbrok aan kalveren verstrekt, dan doe je die kalveren tekort. Dat is eigenlijk simpelweg mijn antwoord daarop. Dus streef ernaar dat je de juiste krachtvoeders aanbiedt in de juiste leeftijd. En ruw voer ook altijd dagelijks schoon met hooibrok en stroobrok. Lucerne, er zijn meerdere varianten mogelijk. Nou, drinkwater, een hele belangrijke natuurlijk. Als je dat niet hebt, dan wordt ook niet geëten. Dagelijks vers en vrij ter beschikking. Liefst ook nog stromend drinkwater. En mocht je ooit bronwater gebruiken, dat kan, maar dan zou ik het wel eerst laten testen. En ik zeg altijd als vuistregel, als je bronwater hebt en je mag door je melktank mee reinigen, dan is het ook goed genoeg voor melkpoeder aan te maken en te verstrekken voor de kalveren. Nou, de bereikbaarheid van drinkwater is natuurlijk heel belangrijk. Hè. Links zien we een hele mooie drinkbak met een bakkeliter staaf. Daar hoeven de kalveren maar heel lichtjes tegen te duwen. En ze hebben meteen water. Aan de rechterkant hebben ze ook water, maar dat is toch wel opletten, want het is een hele oude drinkbak van de koeien. En die lepel, daar moet je op drukken, maar dan moeten de kalveren wel door hebben. Zeker de kracht moeten ze daarvoor hebben. Dat is wel een opletten, want ik heb wel eens bedrijven meegemaakt waar de kalveren het niet voor elkaar kregen en dan drinken ze geen water. Maar dat ziet de veehouder dan het eerste, dat de voeropname vertraagd is of verlaat. En dat is wel heel jammer. Dan kom je pas later erachter dat ze geen water aan kunnen. Ja, volgende. Nou, samengevat, hè. Hygiëne rond afkalfproces, biestwinning is ook heel belangrijk. En huisvesting en klimaat, dat is en blijft voorop staan. Want ik zeg altijd, kalveren worden in principe gezond geboren. En als ze bacteriën opdoen, dan doen ze dat in de omgeving, zeg maar, op. En daar kun je wat aan doen door hygiëne flink na te streven dat het allemaal goed in orde is. Nou, weerstand, hè. De enige manier om weerstand mee te geven met de kalf is altijd biest, zeg ik altijd. Biest met hem is goed in orde, meten is weten. En ja, als je dan ook de kwaliteit van de biest kent, dat geeft ook heel veel informatie voor jou als veehouder, maar ook aan je adviseur, want dan kun je kijken hoe je dat in droogstandsrazoen kunt aanpassen. Want daar heb je heel veel invloed op, via de droogstandsrazoen invloed kunt hebben uitoefenen door het aan te passen op de biestkwaliteit. Nou, je melkbereiding, hè, juiste oplos- en drinktemperatuur. Oplostemperatuur heb ik net aangegeven, afhankelijk van het systeem. We hebben een enkele variant die kun je al koud oplossen. Maar de meeste is het allemaal rond die minimaal 40 tot maximaal 55 graden. En vooral ook de drinktemperatuur, dat is nog 40 of 39 of 41. Vind ik persoonlijk nog niet zo spannend. Maar ik probeer het wel elke dag hetzelfde te houden. Maar als je vandaag 38 graden aanbiedt en morgen 1,42, dan ervaar ik al dat het te warm en dan krijg je heel onrustig drinkgedrag. Duikjes in de emmer en dan zitten we te spelen. Hangen met de snoet weer vol met schuim en melk boven de brok en dan wordt die weer nat. Het heeft heel vaak te maken met dat de kalveren dus niet gewend zijn aan die extreme temperaturen. Verschillen. Nou, water, hè. Altijd water. Eerst de rest komt later, zeg ik altijd. Vers ter beschikking. Want als je herco-activiteit begint al vanaf de eerste week, zeg ik altijd. En ook met melk verstrekken is water altijd te adviseren. Herco-activiteit begint vanaf de eerste week. Wil je opname van ruw en krachtvoer stimuleren, dan moet er eerst water in.
En dat zijn straks de koeien, zeg maar, die zoveel mogelijk melk produceren van jullie basisrazoen. En dat spel begint hier, zeg ik altijd. Ja, conditie van de kalf, hè. Kijk het kalf goed aan. Conditie, drinkgedrag, haarkleur, waar gaat die liggen? Dat geeft vaak een hele goede indicatie. Twijfel je dan nog, zeg ik altijd, gezien je erachter te komen of er eventueel nog koor speelt. Of overleg met je adviseur of dierenarts of mesmonster zinvol kan zijn. En probeer in ieder geval de veroorzaker op te sporen, zodat je zo snel mogelijk kunt handelen. Ja. Nou, zoals gezegd, we komen nu bij de quiz Feit en Fabel. We krijgen straks een vraag en dan is het of A of B, feit of fabel. En we willen kijken of jullie daarmee uit de voeten kunnen. Want als het goed is, hebben we deze dingetjes net behandeld en kijken of we het goed onthouden hebben. Ja? Dus bij voedingsdieren heeft een kalf meestal geen koorts. Wat is dan het antwoord volgens jullie, feit of fabel? Even 15 secondjes om inderdaad een. Ja. Oké. Nou, feit. Dus een flinke score. En goed dat het iedereen inderdaad allemaal zo beoordeelt. Want zo is het ook natuurlijk. Hè. Een voedingsdiarree heeft de kalver geen koers. Dus wat dat betreft een hele mooie en goede score. Prima. Goed opgelet zou ik zeggen. Ja. Mocht de volgende vraag komen. Ja. Bij een kalf met diarree moet je dunnere melk verstrekken. A, feit. B, fabel. Nou, ook hier een hele goede score, hè? Want het is inderdaad dunner melk voeren is altijd fout. Ik zeg altijd, het is dik in een gele kaart. Ja? Want dan breng je inderdaad die slokdarm-slurfreflex aan twijfel. En dan kan het goed zijn dat die melk inderdaad in de pens terechtkomt in plek van de lepmaag. En als het kalf ook diarree heeft gegeten, dan gaat dat het kalf echt niet helpen. Dan zeg ik altijd of melk voeren of water met elektrolyten. Met zouten en of natrium bicarbonate. Dat gaat wel helpen. Maar dunnere melk inderdaad nooit doen. Prima scoren. Volgende vraag graag. Voor een concentratie van 150 gram moet je de poedermelk aanmaken. Ja, van de concentratie van 150 gram moet je de poedermelk aanmaken met 150 gram melkpoeder en 1 liter. Is dat een feit of een fabel? Nou, ja, ook dat is heel netjes. We inderdaad adviseren 150 gram in de liter melk. En niet op de liter, want dan ga je ook weer dunner voeren. En zoals we net al aangaven, dat schema tussen de derde en de zesde, in de algemeenheid, maar tussen de derde en de zesde week, willen we inderdaad met 7 liter aan die 1 kilo melkpoeier komen, om zo de maximale jeugdgroei in de benen te houden. Dan moet je dit voeren. Er is één opmerking wel erbij. Als je drinkautomaten hebt, dan zetten wij vaak, in overleg met jullie, 170 tot 175 gram in de display. Maar daar is het natuurlijk zo dat de drinkautomaten kalibreren op volumehoeveelheid. Dus je pakt eerst 1 liter water en dan wordt gevraagd hoeveel melkpoeier bovenop de liter moet. Dus dat even om de verwarring weg te nemen. Maar dit is helemaal correct. Hele mooie, goede score weer. Ja, dan ga ik de volgende vraag. Slokdarm-slurfreflex werkt goed wanneer de melk de juiste temperatuur heeft moeten staan. Ja? En de concentratie. En de drinkpositie van het kalf juist is. Ook weer een hele goede score. Hè. Nagenoeg 100% zie ik. En dat is ook helemaal correct. Hè. We hebben net al die dingen besproken. Hè. Hoe kun je die slokdarm-slurfreflex maximaal stimuleren? Homogene temperatuur. Goede concentratie. En vooral regelmaat. En dat zorgt voor de juiste route van de melk. Want die hoort uiteindelijk altijd in de lepmaag. En zeker niet in de pens. Dus wat dat betreft ja, heel duidelijke score. En daar ben ik heel blij mee. Mocht er nog verdere vragen zijn, hoor ik dat zo meteen. En anders later via... Dankjewel, Ger.
voor jouw presentatie. Ik hoop dat ik nu beter te verstaan ben, want ik begreep dat ik in het begin slecht te verstaan was. Ik heb er even een kabeltje aangehangen. Gert, dankjewel voor jouw presentatie. Ja. En voor jouw inzichten en jouw praktische handvaten. Ik zie dat er vragen zijn. We gaan ze wel even meenemen naar de vraag- en antwoordsessie verderop. Om niet te veel tijd te verliezen. En proberen om binnen het uur dit webinar ook af te ronden. Om iedereen nog geïnteresseerd te houden. Jens, ik ga jou aankondigen. Jens is dierenarts bij Advee Dierenartsen. En zal het thema infectieuze diarree bespreken met u. En Jens, ik geef het woord aan jou, want jij zal jezelf ook eventjes voorstellen. Ja, dankjewel voor de korte introductie. Welkom bij deze presentatie over kalverdiarree. Ik zal het voornamelijk hebben over de ziektekundige, dus ik laat even de voedingsdiarree achter me. Even voorstellen, dit ben ik. Ik ben Jens van Rijssel, ik ben dierenarts in de herkauwersector. Ik ben begonnen in januari 2017 met mijn carrière in Duitsland. Toen waren er in het zuiden van het land niet zoveel banen en mijn Duits was net zo goed als mijn Fries. Dus vandaar dat ik het ook over de grens gezocht heb. En eind 2017 kwam een mooie kans voorbij om bij Advee in het zuiden van het land werkzaam te zijn als herkauwerdierenarts. Dus die heb ik toen ook gegrepen. Wie zijn wij als Advee? We zijn een moderne zelfstandige praktijk, volledig in handen van dierenartsen zelf en dus niet opgegaan in een keten. We hebben een sterk gevarieerde leeftijdsopbouw in het team van 12 herkauwerdierenartsen. In het plaatje kun je zien in welke gebieden in Nederland wij voor de herkauwers op rundveegebied actief zijn. Spoed hebben we wel in verschillende subgebieden. Daar is het gebied anders simpelweg te groot voor. Ons slogan is voor gezond boeren. Dus wij streven naar een advies op maat, wat eigenlijk begint en eindigt in de stal. En wij streven er ook naar om de dieren gezond te houden, in plaats van ze aan de lopende band beter te moeten maken. Dat geeft uiteindelijk toch meer werkplezier. Maar dat betekent niet dat wij ons niet up-to-date houden met de curatieve diergeneeskunde. Heb je zieke dieren, dan komen we ook langs om deze beter te maken. Dit zijn onze locaties. Je ziet rechtsboven zie je onze locatie in Heeswijk-Dinter. En linksonder in IJsselstein. Dat zijn de locaties waar wij vanuit de herkauwers opereren. Linksboven zie je nog een aantal meer locaties. Daar praktiseren wij een aantal andere diersoorten waarvanuit wij werken. Wij hebben meer dan 40 dierenartsen in de praktijk. 30 ondersteunend personeel, meer. En we hebben een lab met 3 fulltime laboranten. Goed, daar kwamen jullie natuurlijk niet voor vanavond. We gaan het over diarree hebben. Dit is het programma van mijn presentatie. Wat is een gezond kalf? Waarom wordt een kalf ziek? Wat gaat er achter schuil, achter die ziektekundige diarree? Hoe kunnen we die behandelen en hoe kunnen we erachter komen wat die heeft? En eindigen met hoe kunnen we voorkomen dat ze opnieuw ziek worden? Wat is een gezond kalf? Een gezond kalf is een kalf wat fit en alert is, die zijn melk goed drinkt, die tussen de 38 en 39 graden lichaamstemperatuur heeft en met een glanzende vachtje aan staat te kijken. Hoe is de opbouw van de gezonde darm? Een kalf moet in zijn darm alle voedingsstoffen opnemen. Dus in het kalf heeft hij de darmen opgerold om oppervlakte te vergroten. En ook in dat opgerolde stuk zitten weer instulpingen die nog meer oppervlaktevergroting geven. En ook die instulpingen die je dan weer ziet, die hebben op celniveau dan weer instulpingjes om nog meer op te kunnen nemen. En zo krijg je een gigantische oppervlaktevergroting en kan het kalf dus zijn voeding opnemen van binnenuit. En die cellen die beginnen onderin en die delen en die gaan omhoog. En dat kun je zien in het plaatje rechts. Die papil die daar staat, die zie je daar ook. Dan zie je hoe de cellen groeien. Waarom wordt een kalf dan ziek? Een kalf wordt ziek omdat de balans tussen veel factoren uit balans raakt. Aan de ene kant hebben we de verwekkers die ziekte kunnen veroorzaken. Dat kun je vooral met hygiëne en met het voorkomen dat de verwekkers binnenkomen tegengaan. Aan de andere kant heb je de weerstand van het kalf. Daar hebben veel factoren invloed op.
zowel de biest als de mineralen. Andere ziektes, zoals bijvoorbeeld BVD, kunnen daar een negatief effect op hebben. Maar wat vaak vergeten wordt, is het veel verplaatsen van dieren geeft stress. En ook stress kan zorgen voor diarree of andere ziekten. Wat gaat er uiteindelijk mis als een kalf diarree heeft? Er blijft te veel vocht in de darmen. Dat komt ofwel doordat de darmen meer vocht gaan produceren, ofwel omdat de oppervlaktevergroting die we net besproken hebben, dus kapot gaat, waardoor we minder oppervlakte hebben en er dus minder vocht terug opgenomen kan worden in het kalf en het door het kalf heen stroomt en er achteruit komt. Wat zit er in het vocht in de darmen? Daar zitten elektrolyten mee in. Dat zijn deeltjes die balansen in de kalf op orde houden. En buffervloeistof zit er ook in. Dat vertrekt ze ook uit het kalf, waardoor ze eerder verzuurd raken en dus verschijnselen van verzuring krijgen. Dit kan bij voedings- en bij ziektekundige diarree. En hoe kunnen de ziektekiemen dit dan veroorzaken? In dit plaatje zie je een aantal veel voorkomende ziektekiemen, of veel voorkomend. Als we ziektekiemen zien, dan zijn dit de ziektekiemen die voorbij komen in de meeste gevallen. Je ziet ze in leeftijd onderin een aantal dagen. En de streepjes zijn wanneer we ze de grootste kans hebben om aan te treffen. Nu staan er vakjes rondom de virussen en om de parasieten. Wat doen de virussen en de parasieten? Ze doen het allemaal op een andere manier, maar ze pakken gericht een cel aan. Die maken ze kapot, waardoor de cellen ontbreken, waardoor de darmen uiteindelijk kapot gaan. Dan hebben we de bacteriën. Die hebben ook verschillende werkingsmechanismen, maar met name werken die door zich in de darm te nestelen, gifstoffen te produceren en de darm te triggeren om extra vocht in de darm te pompen om die gifstoffen kwijt te raken. Met op de langere termijn ook darmschade tot gevolg. Het zijn twee duidelijke verschillen hoe een ziekteverwekker het kan doen. Dan hebben we wederom, hoe ziet die darm eruit? Hoe gaat dat? De gezonde darm was dit. En wat doen de ziektekiemen dan? Links zien we die papil weer staan. Linksonder zien we staan hoe dat er onder de microscoop gezond uitziet. Rechts zien wij de kapotte papillen. En in het midden hebben we een animatie. Eerst zie je de bacterie. In dit geval is het een E. coli die nagebootst is. Die gaat in de darm zitten. Gaat zich vermenigvuldigen, toxine maken. En de darm reageert door extra water te produceren. Rechts zie je iets vergelijkbaar wat virussen en parasieten kunnen doen. Allemaal op een eigen manier. Maar die vallen specifiek een bepaalde cel aan. Gaan erin zitten. Maken hem kapot. En dan krijg je dus dat er hier een stuk cellen mist, waardoor je dus veel minder oppervlakte krijgt omdat die uitstulping kwijtraakt. Wederom de conclusie, er zijn meerdere verwekkers, ze doen het allemaal op een andere manier, maar de gemeenschappelijke factor is dat er elektrolyten en buffer het lichaam van de kalf uitgaan, wat uiteindelijk tot de problemen leidt die we aan de buitenkant van het kalf kunnen zien. Dan, hoe kunnen we het behandelen als we dit aan de buitenkant van het kalf kunnen zien? Er zijn verschillende gradaties. We hebben licht, dan gaat de eet- en drinklust naar beneden. De temperatuur is nog normaal en het kalf wordt iets slomer van de verzuring. Dan, als het iets erger wordt, gaat de eet- en drinklust nog verder omlaag. Er komt koorts bij. Het kalf kan slecht staan door de verzuring. De ogen komen dieper in de oogkast te liggen. En je ziet vaak heel duidelijk een vuile achterhand. Als het dan nog verder gaat, dan is eigenlijk de eet- en drinklust vaak helemaal weg. De koorts slaat om in ondertemperatuur, omdat het kalf niet meer in staat is om zijn eigen temperatuur op peil te houden. Het is dus nog erger als koorts als je ondertemperatuur hebt. Kan de kop eigenlijk niet meer optillen, kan niet staan, ook niet met hulp. En de ogen liggen heel diep en een hele smerige achterhand is dan zichtbaar. Dat zijn eigenlijk de door de bank genomen met drie gradaties waarin je ze kan onderscheiden. Hoe behandel je ze dan? Heb je te maken met een mild aangedaan kalf? Dan behandel je het met elektrolyten. Onze praktijk heeft de advies daarvoor. Tender love and care. Ik zal dadelijk uitleggen wat dat betekent. Pijnstilling en in sommige gevallen antibiotica. Maar overleg dat even met je eigen dierenarts voor jouw specifieke situatie. Dan als ze matig zijn uitgedroogd en dus al een stukje slechter worden,
dan kan het zinvol zijn om er een infuus bij te halen, om het kalf iets meer ondersteuning te geven, om weer iets meer op de rit te komen, zodat hij daarna met de milde behandeling zelf weer verder af kan. Is het kalf ernstig aangedaan, dan is hij veel vocht kwijt, dan heeft hij best wel wat problemen. Vaak is dan antibiotica nodig, maar ook daar overleg dit met je eigen dierenarts. En aanvullend kunnen we een langdurig infuus doen. Dat is een infuus waardoor we dus heel langzaam over langere tijd de balans herstellen, zodat het kalf een veel stabielere, vlakkere therapie krijgt, waardoor die van verder toch terug kan komen om het daarna met de milde behandeling weer bij te trekken. Dan tender love and care. Even kort samengevat. Zorg dat het kalf warmte heeft, dat hij droog ligt, dat je aandacht voor je kalver hebt. Maar het allerbelangrijkste is, hou de ogen in de stal. Als er één kalf ziek is en het blijkt iets infectieus te zijn, dan kunnen er meer volgen. En op tijd opmerken kan grote behandelingen voorkomen. Dan komen we bij de diagnostiek, over op tijd opmerken en voorkomen gesproken. Er zijn een aantal verschillende verwekkers, zoals we eerder gezien hebben. Ons doel is starten, als we starten bij zieke dieren, om te eindigen met gezonde dieren en te voorkomen dat ze nog een keer ziek worden. Maar het is met diagnostiek heel belangrijk, in welk moment doe je de diagnostiek? Als de eerste oorzaak bijvoorbeeld de rotavirus is, je milde klachten niet gezien hebt, en er later dus coccidiose overheen komt en je test hem in week 6, dan vind je alleen coccidiose, terwijl de primaire oorzaak, die mis je dan. Dus het is belangrijk, als je diagnostiek doet, doe het volledig en niet enkel één ziek kalf, maar probeer het over de hele koppel een goed beeld te vormen. Wat heb je aan opties voor diagnostiek? We hebben een sneltest, die test op het rotavirus, het coronavirus, een andere als bij mensen. Cryptosporidium, dat is een parasiet. De E. coli bacterie, drie verschillende subtypen. En Clostridium, maar daar is even de vraag van, die zit altijd in de darm, in hoeverre die daadwerkelijk bruikbaar is. Maar dat gaan we in de toekomst meer en meer ontdekken. Dan in het lab kunnen wij op basis van mest bacteriologie doen. Dan kunnen wij onderzoeken welke bacteriën zitten er in de mest als de bacterie een oorzaak is. We kunnen salmonella kweken. Dan kunnen we ook kijken voor welke antibiotica ze gevoelig zijn. Dus voor met welke antibiotica het beste te behandelen in dit geval op dit bedrijf. Zoals eerder gezegd, Clostridium is ook een bacterie, kunnen we ook kweken. En verder komen we af en toe nog andere tegen, maar die zijn zeldzamer. Onder de microscoop kunnen we de parasieten zien. Links zie je coccidiose staan en rechts zie je Giardia. Dat zijn twee verschillende parasieten die ook in de darm kunnen voorkomen. En als we een dood kalf hebben, kunnen we ooit door sectie, dat is onderzoek van het dode kalf, op basis van hoe de darmen eruit zien, soms een diagnose stellen die baat kan zijn voor de kalveren die nog wel leven, waarmee we een preventief plan kunnen opstellen. We hopen eigenlijk dat sectie niet nodig is, want dan leven ze allemaal nog. Dat is eigenlijk het streven. En toen de preventie. Wat kunnen we doen ter preventie? Voor alle verwekkers geldt eigenlijk dat hygiëne erg belangrijk is. Denk daarbij goed aan het schoonmaken van het hok. En bij het schoonmaken is ontvetten en ontsmetten heel erg belangrijk. Als je alleen ontsmet en er zit nog vuil in of vet in waar de kiemen zich in kunnen verschuilen, en je zet er daarna een nieuw kalf in, kan die alsnog door de vorige besmet worden. Deze protocollen zijn in de varkenshouderij gangbaarder. Daar zijn nog veel producten voor op de markt. Dus als je dit nog niet doet, ga een keer bij een collega kijken die het wel doet. Heb je geen melkveehouder in de buurt die het wel doet, ga eens bij je varkensbuurman kijken. Die zullen vast een protocol hebben hiervoor. Dan, we kunnen vaccineren. Vaccineren houdt in via de biest. Dus dan is het ook belangrijk dat je de biest er ook daadwerkelijk op de juiste manier in krijgt. Dan geven we de moeder een vaccin, waardoor ze antistoffen gaat maken tegen de E. coli, rota en coronavirussen. E. coli is een bacterie. Die neemt de koe op
Die gaat daar specifieke soldaten tegen maken in de vorm van antilichamen, waardoor de moeder eigenlijk het kalf beschermt als ze de beest van de moeder krijgen. Hebben we last van cryptosporidium, dan is er een preventieve behandeling. Onze praktijk heeft CryptaZen, Halekuur is daar ook voor op de markt. Dan doe je een aantal dagen preventief een zuur in de bek die de parasiet afdoodt, waardoor die minder goed aan kan slaan en je dus minder kans op diarree bij je kalveren hebt. Coccidiose is weer een ander middel, dat kun je gericht behandelen met Bicox. Maar wederom komen we erop uit dat we moeten weten waarom heeft een kalf diarree en wat kunnen we dan specifiek aan doen. Dan nog een plaatje om te laten zien hoe dat dan werkt via de biest. De rode lijn zijn de antilichamen die ze van de moeder krijgen. Die heeft het kalf dus niet zelf aangemaakt. Die worden langzaam steeds minder. Dan zie je ook onderin dat de weken dat dat werkt. Er zijn ook de weken dat de kiemen het meest voorkomen die in het vaccin zitten. En daarna krijg je de zwarte lijn. Dan ontwikkelt het kalf zelf zijn afweer. En dan krijg je dus steeds meer antilichamen vanuit het kalf zelf. En kan hij op eigen benen staan en voor zichzelf zorgen met zijn eigen weerstand dus. Waarom zou je investeren in preventie van kalverdiarree of überhaupt dierziekte? Een kalf wat niet ziek is geweest, geeft als vaars meer melk. Zieke dieren kosten geld, dat is de economiekant. Maar als boer, als mens, denk ik ook dat zieke dieren je arbeidsvreugde verpesten. En als alle dieren gezond zijn, dan hou je meer tijd over voor andere dingen en zijn de dieren ook gelukkiger. Dus in dat geval lijkt me dat een win-win-win situatie. Kortom, nog één keer de samenvatting. Diarree is een samenspel van veel factoren en een balans tussen de infectiedruk en de weerstand. Ger heeft al over de voeding verteld, de biest en de mineralen. En Wilbert heeft straks nog een filmpje over de hygiëne, het hok, het afkalven en afkalfstal. Maar vergeet ook de factoren die we vandaag iets minder uitgebreid behandelen, zoals overige ziekten. Denk aan BVD, denk aan eigenlijk alles wat de dieren nog extra hebben en het immuunsysteem bezighoudt. Dat betekent dus dat andere ziektekiemen makkelijker aan kunnen slaan. En ook stress, het verplaatsen, bijplaatsen, competitie aan de voerbak. Dat zorgt ook voor een immuundip, waardoor makkelijker kiemen kunnen aanslaan en dus eerder problemen ontstaan. En denk vooral ook goed na over je insleep. Als je de buurman met zijn laarzen vanaf de kalveren bij jou de stal binnenloopt, tussen de kalveren en de buurman heeft iets onder zijn kalveren, dan is de kans groot dat jij het daarna ook hebt. Het is een heel makkelijk voorbeeld met een open deur, maar blijf altijd kritisch bij iedereen die op je erf komt. Dan wil ik al deze bedrijven even bedanken voor het verlenen van hun beeldmateriaal en de copyright. En dan ben ik op het einde van mijn verhaal gekomen. Voorkomen is beter dan genezen. Een goed begin, start en eindigt in het geval. Bedankt voor jullie aandacht. Ja, dankjewel Jens voor jouw toelichting op het onderwerp infectieuze diarree. En ik denk ook goed om de twee soorten diarree nu eens naast elkaar gehoord te hebben. En twee soorten die beide diarree als gevolg hebben, maar een hele andere oorzaak hebben. Waarbij het bij infectieuze diarree dus vooral heel belangrijk is om de primaire oorzaak op te sporen. En dat het goed is om te beseffen dat er vaak ook een samenhang is met andere managementfactoren. En dat brengt die weegschaal zo mooi in beeld, Jens, de balans. Dankjewel. We gaan verder nu naar het spannendste deel van de avond en dat is de video. En we zitten weer met best wat mensen in deze livestream en we gaan een video afspelen. Bij de vorige webinars is het altijd goed gegaan, dus daar gaan we nu ook vanuit. Maar mocht het nou toch thuis bij u niet lukken, ik deel zo meteen even in de chat. Dat staat in het rijtje bij de Q&A-box. De link naar het YouTube-filmpje. Daar kunt u dan eventueel ook naartoe gaan om het filmpje te bekijken. Maar we gaan er even vanuit dat u hem gewoon in dit webinar kunt gaan zien. In deze video zal Wilbert Swinkels u meenemen in de hygiëne rondom het kalf in de praktijk. Gaan we nu naar de video kijken. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Wilbert Swinkels. Ik ben adviseur jongvee in het derde startteam van Agrifilm. En in deze video nemen we jullie speciaal mee voor een stukje hygiëne rondom dat jonge kalf.
Achtereenvolgens kijken we naar hygiëne die we zelf in acht nemen. We kijken naar een stukje hygiëne in de afkalstal. Vervolgens hygiëne in de eenlingbox. En het laatste kijken we natuurlijk ook nog even naar een stukje hygiëne rondom dat kalf zelf. Ja, de afkalstal, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk dat die schoon is, want heel vaak treedt de besmetting al op in die afkalstal. Dus zorg ervoor dat het achterstel van de koe tijdens het kalven natuurlijk goed schoongemaakt is en gedesinfecteerd is. En als je hier kijkt naar deze pot, dan zien we hier op deze vierkante meter toch nog wel wat mest liggen. En op het moment dat het kalf hier geboren wordt, realiseer je, 1 gram mest kan voldoende zijn om een kalf te infecteren en daarmee dus diarreeproblemen veroorzaken. Dus een dik pak schoon stro is altijd het allerbelangrijkste. We weten het natuurlijk allemaal, op het moment dat het kalf geboren is, is de biesvoorziening van het kalf het allerbelangrijkste om dat kalf een goede weerstand mee te geven. Zorg er dan ook voor dat je hulpmiddelen daarbij om die bies te winnen, dus bijvoorbeeld je minimelker of een melkleiding, dat die ook altijd goed gereinigd wordt en schoongemaakt wordt. En dat geldt uiteraard ook voor het uier van de koe. Ook dat uier, die spenen, moeten goed schoongemaakt worden alvorens dat we de biest gaan winnen. Om te zorgen dat we kwalitatief goede biest in deze emmers krijgen. We hadden het natuurlijk al even over onze persoonlijke hygiëne. Daarom is het goed, dus op het moment dat je van de koeien afkomt, dat op het moment dat je de kalverstal binnentreedt, dat je in de kalverstal ook een aparte overal aan doet, aparte laarzen aan doet en op die manier de infectiedruk een stuk lager houdt. Een schoongemaakte eenlingbox is een ideaal start voor het kalf. Die eenlingbox bij voorkeur eerst inschuimen, dan afspoelen en desinfecteren. En op het moment dat een kalf hier dan in zo'n schone eenlingbox komt, kan hij wat dat aangaat gewoon een goede start maken. Zorg er dan voor dat ook het rooster goed schoongemaakt is en dat het hok bij voorkeur een aantal dagen in zonlicht kan drogen, want dat is in feite je allerbeste desinfectie. Hygiëne en infectiedruk heeft natuurlijk ook te maken met je voersysteem. De speenemmer zorgt dat hij altijd goed schoon is en op zijn kop weggezet wordt. En als je de speenemmer schoongemaakt hebt, kijk ook eens een keer heel goed en kritisch naar de binnenkant van je speen. En reinig die ook regelmatig, want heel vaak zien we dat hier gewoon echt melkresten tussen blijven zitten. Wat echt een infectiebron is voor potentiële problemen. Het kalf zit in de schone eenlingbox. Als het goed is, is de navel goed ontsmet met jodiumtinctuur. En je kijkt naar het staartje van het kalf, of de staart van het kalf goed droog is. Of het haarkleed van het kalf mooi glanst. Dus dat is ook een stukje infectiedruk en hygiëne rondom dat kalf. Enorm belangrijk. Wanneer het kalf dan vervolgens ongeveer 14 dagen in die schone eenlingbox heeft gezeten, komt hij in het broekzak bij zijn soortgenoten. Ook hier is het enorm belangrijk om die bedding droog en schoon te hebben. Je kunt dat zelf testen door gewoon eens ongeveer 30 seconden op je knieën in het hok gaan zitten. Dan moet er daarna je overal nog gewoon droog zijn. Dan is de bedding van het kalf droog genoeg. En zie, nog mooie droge knieën. Een schone en droge bedding voor die kalveren, dat is enorm belangrijk. Zorg er dan ook voor dat je je stro binnen handbereik hebt. Want de ervaring leert gewoon op het moment dat we het binnen handbereik hebben, zullen we het vaker en beter gaan gebruiken en dus meer in gaan strooien. En dat is wat we graag willen. Je kunt natuurlijk ook zoeken naar signaalfuncties in een ruimte. En als je dan boven hier kijkt langs die muur, dan zien we daar dat daar ja, eigenlijk te dunne mest is. Dus geeft een signaalfunctie dat er mogelijk kalveren zijn die wat aan het diarree zijn. Het is ook belangrijk om die signaalfuncties mee te nemen tijdens het instrooien van het hok. Zo, nu hebben we in deze video een aantal facetten van hygiëne bij jonge kalveren bij de kop gehad. Achtereenvolgens hebben we gekeken naar onszelf, naar de afkalfstal, naar de eenlingboxen en naar het kalf zelf. Er zijn natuurlijk nog meer facetten die te maken hebben met hygiëne, zoals bijvoorbeeld vliegenbestrijding, aanmaken van melk, het klimaat. Maar al die vragen die kun je stellen bij een jongbeespecialist, die helpt je heel graag verder. En wil je nu op jouw bedrijf zelf aan de slag om diarree aan te pakken? Vraag dan de Kalver Actiekit aan. Boordevol informatie, tools en interessante aanbiedingen. De Kalver Actiekit is te bestellen op www.eenimmelk.nl/kak. Wilbert, dankjewel.
voor deze video en jouw uitleg in de praktijk. Ik denk dat het goed was om weer even op te halen waar we allemaal op kunnen letten om de kans op diarree te verlagen. Zoals de focus dus op jezelf, de afkalfstal, de eenlingboksen en het kalf zelf. Ik vond het vooral schokkend om te horen dat 1 gram mest al voldoende kan zijn om een kalf te infecteren. En daarmee dus diarreeproblemen kan veroorzaken. Goed, dan komen we nu bij de vraag- en antwoord sessie, waar een aantal van jullie al met smart op zaten te wachten. Ik heb de vraag gezien, dus daar gaan we nu tijd aan besteden. En ik zou graag alle sprekers even willen uitnodigen om hun camera aan te doen. Want we gaan de vragen 1 voor 1 aan een van de sprekers stellen. We gaan beginnen met een vraag aan Ger. Welk advies geven jullie bij de kalveren tot 2 weken? Altijd water in de eenlingboksen? Ja, in zijn algemeenheid zeggen wij ook naast melk in de eerste 2 weken altijd vers drinkwater aanbieden. Ja, ook naast melk. Altijd doen. Het geeft ook de reden waarom, mocht er wat behoefte zijn aan meer vocht, zeker bij hogere temperaturen, maar ook bij diarree, dat je dan extra vocht ter beschikking hebt. En dan gaan die kalveren ook zeker drinken. Dus wat ons betreft altijd vocht. Naast de melk ter beschikking stellen. Oké, dankjewel Ger. Een vraag voor Jens. Jens, je moet snel testen toch? Na een paar dagen zie je soms niet meer wat de oorzaak is. Dat ben ik dan misschien iets te snel overheen gegaan. Maar dat heb ik ook in mijn presentatie proberen laten zien. Ik zal even terug proberen te gaan naar een slide die dat mooi weergeeft. Even kijken. Dan, je hebt inderdaad, er kunnen meerdere verwekkers achter elkaar een rol spelen in een darm. Als de eerste verwekker voorbij is gekomen en die heeft de eerste schade gemaakt, dan kan het dus zijn dat daarna een andere verwekker makkelijker aanslaat en dat je dus niet de primaire oorzaak vindt als je gaat testen. Even kijken, dat hebben we hier heel mooi zichtbaar. Even schematisch, het is niet in beton gegoten, maar door de bank genomen zie je in week 1 dat E. coli's een rol kunnen spelen. In week 2 en 3 rotavirussen, in week 2, 3 en 4 coronavirussen. Dan van week 2 tot en met week 5 crypto, parasieten. En eigenlijk zien we over het algemeen de coccidioseproblemen vanaf 4 weken leeftijd. Maar dit is een dynamisch proces. Die darm heeft allemaal van die uitstulpingen. En als er eentje ervoor is geweest, bijvoorbeeld een coronavirus, wat lichte schade heeft aangebracht in de darm, en je ziet dat op dat moment niet aan het kalf, en later in week 4 ga je testen en vind je coccidiose, dan denk je de oorzaak gevonden te hebben, terwijl de hoofdoorzaak bij de corona ligt en dus de aanpak heel anders is. Wat daar nog een trucje in kan zijn, is dat je meerdere kalveren test, ook de jongere kalveren die op dat moment niet duidelijk zichtbaar ziek zijn. Hebben ze dan een lichte infectie en vind je hem daar wel, kun je ervan uitgaan dat het in de stal zit. Maar dat dat kalf wat echt ziek is, misschien de leeftijd voorbij is en dus minder gevoelig op dat moment. Je kan ook inderdaad snel testen. Het liefst test ik snel op het moment dat je problemen hebt, omdat we dan de oorzaak willen achterhalen en een preventief plan willen maken. Dus snel testen ben ik altijd voorstander van. Maar ook met snel testen ben je ooit niet bij de primaire oorzaak. Dus dan kan het zinvol zijn om kalveren in dezelfde stal, die op dat moment er nog niet ziek uitzien, toch te testen om te kijken wat er in de stal allemaal rondgaat. Is dit zo genoeg antwoord op de vraag? Dat gaan we. Mocht dat niet zo zijn, dan stel vooral nog een vervolgvraag in de Q&A. Dan gaan we nu even naar een volgende vraag en die is weer voor Ger. Wanneer je een kalf water met poeder hebt gegeven voor diarree en hij lijkt opgeknapt, ga je dan in 1 keer weer terug naar melk en raakt de maag dan niet weer te snel van slag? Ja, melk en poeder, hè, dat doe je dan wel afzonderlijk, moet je erbij zeggen. Dit is of melk of water met elektrolyten, ja of nee. Nadien is het wel verstandig om weer geleidelijk het schema op te pakken. Dus stel dat ze op dat moment 2,5 liter krijgen, je geeft wat vocht en dan is het misschien de eerste voeding zinvol om met 2 liter te beginnen. Om dat maag-darmkanaal weer op alle rust te belasten, als het ware. Dus een geleidelijke opbouw is zeker aan te bevelen. Ja.
Dankjewel, Ger. En dan eventueel 's middags nog extra vocht verstrekken is wel ook zinvol, denk ik. Dankjewel. Weer een vraag voor Jens. Is er een verschil in behandeling afhankelijk van verwekker? En in welke situatie ga je mild aangedaan kalf antibiotica geven? Wat als kalf na kort herstel weer terugvalt in de diarree? Ja, dan dat is een lastige vraag. Daar moet je eigenlijk de bedrijfssituatie voor kennen. Je gaat antibiotica geven als je te maken hebt met een kiem die goed gevoelig is voor antibiotica. Dat klinkt als een heel flauw antwoord. Maar uiteindelijk kom je dan toch weer terug op het testen. En de inschatting of dat kalf het echt nodig heeft. Als je milde klachten hebt en je hebt te maken met een groot E. coli probleem, wat vaak in de eerste week zichtbaar is. En je hebt al testen en je weet waar de coli op jouw bedrijf gevoelig voor is. Dan ga je hem ook al behandelen met antibiotica op het moment dat ze mild zijn. Want dan ben je er op tijd bij. En daarmee kun je ze er beter en makkelijker doorheen trekken. Heb je last van zeer milde coccidiose, dat is vooral een parasiet, daar gaat antibiotica niet tegen werken en is de schade zo licht dat er nog geen secundaire infecties van bacteriën overheen komen, dan is antibiotica op dat moment niet per se nodig. Dus dit is een hele lastige vraag en daar heb je denk ik toch wel een bedrijfsdierenarts nodig, of in ieder geval een dierenarts die zich goed verdient in specifieke bedrijfssituatie op dat bedrijf, of het wel of niet nodig is. Dus ik kan eigenlijk geen pasklaar antwoord geven, als je dit ziet dan wel en als je dit ziet dan niet. Maar er zijn situaties waar het ooit wel nodig is en er zijn situaties waar het niet per se nodig is. Sorry dat ik er niet meer van kan maken en niet makkelijker weer kan geven. Dankjewel, Jens. Ik heb een vraag voor Wilbert. Waarmee kun je het beste de kalverhokjes mee ontsmetten? Ja, ontsmetten van de kalverhokjes, dat kan op heel veel verschillende manieren. Je hebt een aantal best veel producten in de markt die daarvoor geschikt zouden zijn. Kies je voor een relatief eenvoudige ontsmettingsmethode, dan kun je kiezen voor bijvoorbeeld halamiet. Maar een andere die best heel bekend is bij de meeste van jullie is Kenocoax bijvoorbeeld als ontsmettingsmiddel. Maar de markt is daarin heel divers. Dus daar zijn heel veel producten te krijgen. Dankjewel, Wilbert. Ik heb nog een vraag voor jou. Of je de kit ook kunt bestellen, ook al zit je niet bij Agifirm? Ja, natuurlijk. De kit is bedoeld om samen met veehouders gewoon in actie te komen om diarreeproblemen te voorkomen. En of je nou bij Agifirm zit of bij niet bij Agifirm, wij willen jullie graag helpen om met z'n allen diarree te voorkomen. Dankjewel, Wilbert. Ik heb er één voor Ger. Wanneer moet je elektrolyten geven? Mijn ervaring is dat gewoon melk doorvoeren vaak beter is zolang ze blijven drinken. En pas elektrolyten als ze zelf niet meer drinken. Ja, in principe is het wel een beetje de waarheid. Er moet energie in een kalf natuurlijk. Hè? Een beetje afhankelijk van de boosdoener van de diarree. Vaak bij crypto wordt gezegd, gewoon doorvoeren. En dat is ook zo, want dan hebben ze echt energie nodig. Om die parasiet die vrij zich rijken aan de inhoud in de darm. Komt een moment dat de kalf dus daardoor niet meer drinkt. Hè? Dat hij een te vol gevoel heeft en zich echt niet te lekker bij voelt. En dan is het vaak wel belangrijk dat je rust op maag-darmkanaal creëert en dan elektrolyten geeft. Maar inderdaad, als we elektrolyt voorstellen, is mijn ervaring 1, hoge 2 voedingen in plek van melk. En nadien toch zeker zorgen dat er weer voldoende energie in komt. Dankjewel. Okay, ik heb nog een vraag voor jou. Geef je extra vocht ook via speenemmer? Dat kan. Het is wel meestal gebruikelijk als je melk via de speenemmer voert. En dan heb je meestal een schaaltje erbij waar je het water in doet. En een ander schaaltje of voergoed waar je ruw en kraf in doet. Water in de speenemmer kan in principe. Maar dan moet hij wel zorgen dat hij goed schoon is. Want het zich niet vermengt met melk. Dat kan in principe wel. Dankjewel. We gaan nog
één vraag doen en de rest gaan we per mail aan u beantwoorden, om niet te veel uit te lopen. En Gert, deze vraag ga ik ook aan jou stellen. En dat is een kalf wat het niet gered heeft. En dat was een Belgisch blauwe en dronk 7 dagen, 3 keer daags, 6 liter koemelk. Groeide als kool, zweet op de rug. De dierenarts zegt dat ik hem overvoerd heb en de melk ook in de lab maar gekomen is. 18 liter daags, is dat onmogelijk? Hoe kijken jullie naar zo'n hoeveelheid bij onbeperkt drinken? Nou goed, dat hij overleden is, zeg maar, of verstorven aan te veel melk, dat zijn denk ik uitzonderingen, maar het kan natuurlijk. Hè. Je weet nooit precies wat er speelt. De ervaring bij ons is wel natuurlijk dat je met de melk die daarvoor is samengesteld, dus en aangezuurd en een conserveermiddel in zich heeft, en dan ook weer via de speenemmer wordt aangeboden. En dat aanzuren is natuurlijk wel heel belangrijk, dan maak je de melk als het ware wat minder lekker, waardoor die veel frequenter gaat drinken in de loop van de dag. Dit voorbeeld wat jij noemt bij die veehouder was met volle melk, en die is natuurlijk zoet, ja, dan kan het theoretisch wel zijn dat je wel eens wat grotere hoeveelheden drinkt. Ja, wat uiteindelijk de doorsoorzaak is voor mij een beetje lastig te beoordelen, want dan moet je haast in het kalf kunnen kijken. Ik weet niet of Jens daar nog iets zinvols over kan zeggen, maar dat is op een afstandje niet te beoordelen van mij, moet ik zeggen. Jens, wil je daar nog iets aan toevoegen? Ja, zoals Ger zegt, er kan van alles spelen. En op het moment dat het één kalf is, met sectie kun je kijken wat er precies aan de hand is. Je kan hem opsturen naar Deventer als je het heel graag wil weten. Ja, je kan kalveren overvoeren. Maar het is even, hoeveel hebben ze binnengekregen, in welke grote porties. Dus dat is heel lastig om zo van afstand direct één op één te kunnen beantwoorden. Dus ja, dat durf ik zo niet direct over een webinar te zeggen wat dat geweest is. Maar je zou, als je er nog één hebt, hem op kunnen sturen of laten onderzoeken middels sectie. Dan kan er mogelijk wat uitkomen en dan kun je er iets meer over zeggen. Of je dierenarts moet zelf sectie doen, maar dat weet ik niet wat jouw dierenarts wel en niet doet. Oké. Sprekers, ontzettend bedankt voor deze toelichting op de vragen. De andere vragen, zoals ik al zei, gaan we op terugkomen per mail. Ik zie ook wat vragen over, kunnen we deze presentatie krijgen? Ja, dat kan. Het zou fijn zijn als u dan even een mail wil sturen naar info@kalverlak.nl. En dan komen we daar op deze manier op terug. Dan heeft u het al lang zien komen in de video. Maar wellicht toch fijn om er nog heel even bij stil te staan, omdat we dit niet zomaar aan u voorbij willen gaan, deze aanbieding. En ik wil eigenlijk aan Wilbert nog even vragen. Wilbert, volgens mij ben jij bekend met deze actie. Wil jij daar nog iets over vertellen? Ja, ik wil er zeker wel iets over zeggen. En het was net in de vragenronde eigenlijk ook al naar voren gekomen even. Onze Kalver Actiekit is eigenlijk een uitnodiging voor jullie als veehouders om samen met ons in actie te komen om diarree echt aan gaan te pakken op de bedrijven. Want naast alle groeiproblemen bij de kalveren speelt er altijd ook een heel belangrijke rol dat het enorm veel tijd kost als een kalf diarree heeft. En als we met elkaar ons best doen om dat aan te pakken, dan weet ik zeker dat we en gezondere kalveren krijgen, maar ook met veel meer plezier aan het werk zijn. En door het samen op te pakken, denk ik dat we daarmee verder komen. Dus vraag hem aan, zou ik zeggen. Dan hoef je inderdaad echt niet voor bij Arifian te zitten, maar je kunt hem gewoon aanvragen. Dankjewel, Wilbert. Ja, dan komen we echt aan het einde nu. En dan rest mij nu alleen nog u te bedanken voor uw deelname, voor uw interesse, voor uw vragen. En dan wil ik de sprekers nogmaals bedanken voor het delen van hun kennis en de praktische handvaten. En heel veel succes met de opfok. En als we u daarbij kunnen helpen, dan horen we dat natuurlijk heel erg graag. Als u zometeen dit webinar afsluit, dan opent er automatisch in uw browser een enquête. En we zouden het ontzettend op prijs stellen als u deze enquête nog even voor ons zou willen invullen. Het duurt ongeveer 5 minuutjes. Maar het helpt ons om ons volgende webinar nog beter te maken en nog beter aan uw wensen te laten voldoen.
Heel erg bedankt en tot de volgende.